langzamerhand een beetje mee, goed mee gaat draaien in het team. Anders wordt hij natuurlijk ontslagen, zo werkt dat bij hem. Ik moet zeggen dat de landelijke rijvereniging eruit komt. Kennen we
één van de grootste in Nederland is. De landelijke rijvereniging, dames en heren, komt eigenlijk hierop neer dat degene die de paarden en ponies bereiden, dat zijn ook de mensen die de paarden verzorgen. Dus het is niet zo dat ze zomaar voor een uurtje een paard huren. Nee, ze verzorgen zo'n paard en dat 7 dagen in de week. En dat betekent niet alleen voeren en uitmesten, maar dat betekent ook het paard iedere dag bevrediging geven. Nou, dames en heren, het wacht dus op de eerste aanspanning. En de eerste aanspanning, dat is dan een aanspanning die geadopteerd is door Limburgs Dagblad. U weet wel, de krant van Limburg. Ik moet u zeggen dat dit evenement eveneens mogelijk is gemaakt doordat Limburgs Dagblad, de krant van Limburg, vandaag de hoofdsponsor van dit internationale koetsendefilé is. Een hele aparte aanspanning, dames en heren, een prachtig rijtuig. Een oud rijtuig, een rijtuig zo van ongeveer 100 jaar oud. Het is een wagen die werd gebruikt voor algemene transportdoeleinden. Er waren heel veel bedrijven die een dergelijke wagen ter beschikking hadden, gewoon om boodschappen te doen, om eens een vrachtje weg te brengen. U ziet het, een wagen met heel veel ruimte, niet alleen binnen in de wagen, maar ook op de wagen ruimte voor bagage. De wagen wordt voorgebracht door Paul Notermans. En Paul heeft niet alleen als hobby het aangespannen rijden. Paul is ook professioneel bezig in de paardensport. Zo is hij onlangs uitgezonden geweest in Nagasaki in Japan, naar Holland Village. En dames en heren, verder is het zo dat iedere deelnemer vandaag uit handen van de duurschrijver, directeur VVV Eerder, een aandenken ontvangt. En zo'n aandenken is natuurlijk een rozet. Dit evenement, dames en heren, is overigens mogelijk gemaakt door de enorme inzet van Christian Tilburg, dat is de eigenaar van het restaurant en rijtuigenmuseum De Diligence en de Zandweg. Dan Piet Jansen, verzamelaar en restaurateur van rijtuigen en kerkraden. Dan natuurlijk de medewerking van Huub Schrijver, directeur VVV Heerlen. En dan zeer zeker door de afdeling representatie en PR van de gemeente Heerlen in de persoon van Fred Peters. En dan, dames en heren, onder nummer 4 hebben we hier de aanspanning uit Voerendaal, de aanspanning van de familie Seijden. Zij zijn hier naartoe gekomen met een Franse wagonet, een wagonet uit 1890. Een Franse wagonet, zei u al, want het rijtuig is afkomstig van een kasteel in Dijon. Voor de wagen ziet u twee Friezen, twee drachtige Friezen. De ene is een stermerrie en de andere een stammerrie. Ook een hele goede combinatie, tweede die mooie gitzwarte friezen voor dat donkere rijtuig. U ziet dat de koetsier draagt een zwarte hoed en de paarden staan met leren riemen aan de lange boom vast. Dat wil zeggen dat we hier te maken hebben met een koetsier in de loondienst. En kijk, dames en heren, prachtige wagonet, hard leren spatborden, klein rood achterlandje. Echt zoals het hoort, echt zoals het moet zijn. Prachtig, compleet geheel. Heel bijzonder is dit rijtuig. Ik denk niet dat er een tweede man in Nederland te vinden is. Dit is de aanspanning van Annie Esters en Lichtenberg. Zij zijn lid van de Kreeshouder en de Kreeshouder Koetsjefilmer. En wat is dan zo bijzonder hieraan? Dit is een bolting car. En een bolting car, dat is een typisch Ierse aanspanning. Zo worden ze alleen maar in Ierland gebruikt. Een licht rijtuigje zoals u ziet, dus één paard ervoor is meer dan voldoende. De mensen die hierop zitten, dat zijn ook weer leden van dat Kreeshouder Koetsjefilmer, die zijn in Biedermeier klederdracht zoals u ziet. Heel apart, als u ziet dat die mensen de nummer 5, dus dames en heren, die mag van de Ierse aangespanning. De aangespannen voor dames en heren wordt zowel door dames als door heren gedreven. Hier ziet u dan een dames. Aanspanning. U ziet hieruit kerkraden Pascal Prikaerts. En naast Pascal Prikaerts Linda Meijer.
Het paard, dames en heren, wat voor deze wagen staat, dat is een Welsh. Een Welsh, wat moet ik zeggen, een Welsh pony. De grens houdt op bij 1,48 meter. Dat wil zeggen, de stokmaat van het paard is de maat gemeten bij de voorbenen. Dus tot het punt waar de hals begint. Als dat 1,48 meter minder is, dan praten we over een pony. Vanaf 1,48 meter en groter, dan praten we van een paard. En in dit geval vraag ik me af, zou het een pony of zou het een paard zijn? Maar hoe dan ook, het is een Welsh. En dat is een bekend Engels paardenras. De Welsh luistert naar de naam Rico. En hij staat voor een Oostenrijkse boodschappenwagen. Het woord zegt het al, Oostenrijkse boodschappenwagen. Zulke wagens hoeven niet per definitie uit Oostenrijk te komen. Want er werden in heel Europa gebouwd. En dat is natuurlijk heel Europa ook gedaan. Bijna altijd een grote, ruwe gevochte man daarop om eventueel boodschappen en dergelijke mee te nemen. En ik zei wel, dames en heren, een grote verscheidenheid vandaag aan paardenrassen, maar ook aan rijtuigen. Hier ziet u een wagen die voor een dagje uit het rijtuigenmuseum van Christen Tilburg is gehaald. Een bijzonder rijtuig, dit luistert naar de naam Esterhazy. En een Esterhazy, dames en heren. Een Esterhazy, dames en heren, is een Hongaars rijtuig. Bijzonder is die rietgevlochten zijkanten en achterkanten. Dat deed men om het rijtuig zo licht mogelijk te maken. U begrijpt, wanneer daar geen ander materiaal qua riet is, dan is het uitermate licht. Echt een sportieve aanspanning voor u. De heer ook in stijl gekleed. En u ziet, dames en heren, één kap op dit rijtuig. En dat betekent, als het mooi weer is, dan gaat die kap natuurlijk open. En het zonnetje er in het veld te schijnen, dan heb je parasols nodig. Ook daar is aan gedacht, aan de linkerzijde van het rijtuig, een speciale band voor parasiet en parasols. En dan, dames en heren, deze mensen rijden een thuiswedstrijd. Dit is een aanspanning van restaurant De Leenhof in samenwerking met tuincentrum Groenrijk Bonn. En ik denk dat u beide bedrijven wel zal kennen. Op de box ziet u Leon Mone en Ron Kapwijk. Ze zijn hier met een wagonet. Een wagonet uit 1880. En dan zult u zich afvragen, hoe weet je nou zo precies dat het 1880 is? Want dat zal ik u vertellen. Toen deze twee heren, Leon Mone en Ron Kapwijk, dit rijtuigje aan het restaureren waren, vonden zij ergens onder de bok een krant uit 1880. En dat was dus het bewijs dat in die tijd dit rijtuig gebruikt werd. Een wagonet, een simpele wagonet, zoals u ziet, maar een heel handzaam rijtuigje, zoals er heel veel gebruikt werden hier in Nederland en eigenlijk ook weer in alle Europese landen. Het paard wat ervoor staat is een KWGL. KDWN, dat staat voor de Koninklijk Warmbloedpaardenras in Nederland. En dan uit Landgraaf, Harry en Riet Roodbroek. Die dames en heren is de eerste Haflinger die u ziet. De Haflinger Sidero. En de Haflingers, u kent ze ongetwijfeld van uw vakantie in Oostenrijk. Een Oostenrijks paardenras, herkenbaar aan deze aparte kleur. Blonde staart, blonde manen. Een heel sober paard, wat eigenlijk het liefst altijd naar buiten loopt. Veel mensen denken van gut wat zielig, zo 's winters. Wanneer zo'n paardje, zo'n Haflinger buiten in de sneeuw en in het ijs loopt. Dames en heren, het is mij aan, ze willen niets anders. Die paarden die voelen zich helemaal niet thuis wanneer ze op stal staan. Gewoon vanwege het feit dat ze een hele zware wintervacht hebben.
voor zowel de niet-reden een paard heeft een zomervacht en een wintervacht. Zoals in deze tijd beginnen ze echt hun wintervacht te krijgen. Harry en Rico broek uit Landveld met een Oostenrijkse boodschappenwagen. En wat zet je voor een Oostenrijkse wagen? Daar zet je een Oostenrijks paard voor. Een jong paard, beetje wennen aan het publiek, beetje wennen aan het verkeer, maar een heel vriendelijk paardje zoals u ziet. En dat is ook een karaktertrek van de Havloks. Oostenrijk is altijd in de berg gelopen, voor de RSVlee, gewoon voor een maand. Dat is het dan, dames en Johan en Leo Ferber. Sorry, Johan en Lea, moet ik het u zeggen. Ferber, uitkeer. Ze zijn hier met een tandemcard. En een tandemcard is een rijtuig waar zowel één als twee paarden voor kunnen. En wanneer er twee voor staan, dan staan ze achter elkaar. Dan wordt er in tandem gereden. Daar is deze wagen speciaal voor gebouwd. Dat tandemrijden, dames en heren, is vaak gedaan door mensen die op jacht gingen. Meneer ging met zijn koetsier bij zich uiteraard en de paarden in tandem naar het gebied waar gejaagd werd. En daarin aangekomen werd het voorpaard. Werd als het ware afgekoppeld, daarom kwam meer plaats en ging op jacht. En de koetsier volgde met het achterpaard en het rijtuig. Een tandemkaart. Een tandemkaart van Johan en Lea Ferber uit Heer. We hoeven het Mergeland vandaag niet in huis te halen, het Mergeland op de rolstoel.
de Guldener Bierbrouwerij, dames en heren. Totaal anders dan de aanspanningen die we gezien hebben, maar deze aanspanningen die waren uiteraard juist ook aanwezig in de tijd dat het verkeersbeeld bepaald werd door rijtuigen en aanspanningen. Want ook in die tijd werd er ook een slordig glaasje bier gedronken. En niet alleen in Limburg, dat verzeker ik u. De Guldener Bierbrouwerij, dames en heren, die de bier en de wagen waren. Een mooie, authentieke wagen. En daarvoor het Nederlands trekpaard. Het Nederlands trekpaard, zoals het Nederlands trekpaard eruit hoort te zien. Mooie, zware paarden met een gewicht van zo'n onder de 800 kilo geld kunnen. Aan de hamen, dat zijn die dingen die de paarden om de hals hebben hangen, hangt aan de onderkant bij ieder paard een stallenkrans van 10 tot boven kort. Deze Nederlandse trekpaarden, dames en heren, die luisteren naar de naam Suzy en Femke. En kijk eens, dames en heren, hoe fraai of Harry Kessel zijn neerritter met zijn Victoria en zijn prachtige Friese ruinen, Ubbe Pieter en Wiebeka, hier over de bollen gaan. Ziet u wat een fraai geheel dat is? Let ook eens op dat koper beslag op die tuigen. Dat geheel in combinatie met het koper op het rijtuig. Moet u zeggen, dit rijtuig ziet er meestal donkerblauw. In deze kleur zie je dezelfde het nooit, maar wat is dit mooi? Het is hier ongelooflijk mooi. Ik zei al, een zomerrijtuig. Harry Kessel, de eigenaar, die zit op de bok, in dit geval als koetsier. Want ik vertelde hem al, de koetsier draagt een zwarte hoed en daarbij staan de paarden met leren riemen aan de lange boom vast. Daar is in dit geval sprake van. Uit Herzogenraad komen ze, dames en heren. Willy Teunis uit Herzogenraad. En hij is hier met een doktersmaat. Ja, de dokter. En het moest een licht wendbaar rijtuig zijn. Een handig rijtuigje, zonder bok, dus waar de dokter zelf in kon mennen. Dit is dan zo'n doktersrijtuig. De paarden die ervoor staan, dat zijn Wels en een Arabier. En dat zijn al precies de paardjes die zo'n dokter vaak gebruiken. Klein, wendbaar en zonder snel, dat zie je. Een Wels en een Arabier. Ken die, maar die 26 jaar, met de zoon Prins van 4 jaar. Willy Teunis uit Herzogenraad en een doktersvader. En dan hier een stempelveton. U ziet hier de winnen als Orgons met Jeroen en Michel. Zij komen uit Koningsbos. De stempelveton. Stempelveton is de naam van Lord Stempel. Ook dit rijtuig, dames en heren, werd heel veel gebruikt door doktoren en door veeartsen op het platteland. U ziet ook een makkelijk wendbaar rijtuig. Maar het aparte hiervan is dat de jongens achterop
3. Jeroen en Michel, die zitten op een soort plechterboot. U ziet dat die kap al verlegen het rijtuig is. Dat die kap, wanneer die omhoog gaat, zorgt dus voor dat degene die op de boot zitten, dat die droog zitten. Wanneer die op de boot zitten, die zitten op de regen. Ik kijk u dan meneer, hoe graag deze crisis zich in het publiek laten zien. De Friese Paardenras is vandaag ook hier weer sterk vertegenwoordigd. En dan heb je Theo en Pieter van Ekster uit Ulvenhout. Zij zijn hier met een jachtpeton en voor de jachtpeton. En voor de jachtpeton staat een span Welskops. Welskops luistert naar de naam Morgan en Elvis. Welskops is een type paard dat we in Nederland nog niet zo erg veel zien. Maar ik denk dat daar binnen nu en een aantal jaren wel verandering in komt, omdat ze het uitzonderlijk goed doen in zowel de aangespannen sport als de sport onder de man. Een jachtpeton. Wat was in deze jachtpeton, dames en heren? Het is een hondenboot, die wel een beetje, dat is maar voor een hondenboot. En dan, dames en heren, uit Lanaken, de heren Jacobs en Christoffel. Zij zijn hier met een coupé. Coupé, herkent het rijtuig ongetwijfeld, is het rijtuig wat vaak als volgrijtuig gebruikt werd, zowel bij trouwerijen als bij begrafenissen. Dit is een Deense coupé. En ook voor deze coupé een span Friese paarden. De Friese Rdiener van 13 en Rolf van 4 jaar oud. Heel goed voorgebracht. En ook die Friese doen het voor dit rijtuig uitzonderlijk goed, zoals u ziet. Even voor de tribune halt houden en dan het handen van de tubeschrijver, de Rosette. Dames en heren, dit prachtige evenement is mogelijk gemaakt met een enorme inzet van Christel Schilderen, de eigenaar van Huisverlof en Rijkduizendmuseum de Kiel Jans. Door Piet Jansen uit Kerkrade, verzamelaar en restaurateur van Rijkduizend. Als buurtschrijver, de man die nu de Rosette opstelt, directeur VVD Heerlen en Fred Peters. Van afdeling van de presentatie en PR van de gemeente Heerlen. Heel veel dank zijn er verschuldigd aan Libero Stadman, de kant van Libero, die in het geheel schoot. En weer een span Welskops. Deze mensen, dames en heren, komen uit Borkel en Schaft. Dit is de aanspanning van Wals. Vandenburg. Hij is hier met een Zwitserse wagonet, een wagonet uit 1912. Van Vandenberg, dames en heren, dat is de man die achter op de wagen zit. De wagonet is gebouwd in Bern. Een Zwitserse wagonet dus uit 1912. Ziet u wat een leuk paardenras dit is. De Velskops. Echt zo'n middenpaard, zo'n middenmaatpaard. Heel chic tuig erop. En ze voelden zich kennelijk heel goed bij elkaar. Ik moest u overigens zeggen, dames en heren, dat een spanpaarden, dat er al 2, 4 of 6 zijn, dat is geen kwestie van ze zomaar naast elkaar zetten. En dat is niet alleen een kwestie van de kleur en op de hoogte, maar het is net als een huwelijk. De karakters moeten ook bij elkaar passen. Gaat het niet, dan kan je het wel vergeten. Oh.
onderwerp en korting in stad met zijn Zweedse vragen uit 1912 en in ons kort Charles en Genie. Want daar hebben we de dochter van Pannenberg. Ook met een welspot en met een heel chic damesrijtuig. Zo'n damesrijtuig, dames en heren, dat heet een panier. Die zijn er niet zoveel meer in Nederland. Panier is het Franse woord voor korf, voor land. En dat ziet u met een beetje fantasie in het model van dit rijtuig. Een echt damesrijtuig, een panier. Vroeger kwamen ze heel veel voor, geheel in riet gevlochten. Dit is een heel mooi exemplaar met dat knechtenbankje achterop. Als mevrouw ging rijden, dan zat er altijd een groom, en een groom dat is een hulpkoetsier, op zo'n knechtenbank om bij het hoofd van het paard te gaan staan op het moment dat men halt houdt. Dat was een veiligheidsmaatregel. En ook zij met een welskop, de welskop Rose Lady. En kijk eens hoe mooi dit paardje zit. Heel bijzonder, dames en heren, en ik moet u zeggen, het is de eerste keer dat ik het zie, is die zweep die mevrouw in de hand heeft. Een dameszweep. Zit u met die knik erin? Dat zie je zelden of nooit. Een dameszweep. Heel sportief voor de dag. En dan hier, eveneens uit Heerlen. Wellicht is het niet dat er zoveel rijtuigen, zoveel aanspanningen ook in Heerlen zijn. Ook deze uit Heerlen. Jack Stel. En hij is met een Tsjechische Victoria. Tsjechische Victoria. Groot model Victoria. Het rijtuig waarvan ik u zei dat hij vernoemd is naar koningin Victoria. Een dergelijk exemplaar destijds cadeau kreeg van prins Albert. Ook een heel mooi exemplaar, een gaaf exemplaar, dat heel goed gerestaureerd is. Prachtig in stijl, lichtlopend, makkelijk wendbaar zoals u ziet. En voor de Tsjechische Victoria staan twee trakeners, Mary en Jenny. Die Victoria's overigens, dames en heren, kwamen in alle landen van Europa voor. De zogenaamde Fiaters in Wenen, dat zijn allemaal Victoria's. En u ziet, je zit er ook makkelijk in. Je kan er makkelijk in en uitstappen. Als gevolg van die lage instap, waarvan ik u vertelde dat dat kwam door de mode op het gebied van Creolien en Cucoro. Dat is ook wel een uitdaging om een idee voor de stad of waar dan ook te maken. Jack Stel uit Heerlen. En dan hier de nummer 25, die rijden allemaal in de kosten uit Rijsbergen bij Breda. Ze zijn met een dochter. En een dochter, dat heeft iets met een hond te maken, dat zal u begrijpen. Onder die achterbank ziet u die ovale jaloezietjes. Daar is de plaats voor de hond. Een vierwielige dochter. Veel dochters zijn tweewielig. Hier ziet u een heel fraai vierwielig exemplaar. En daarvoor ook weer een Fries soort inmiddels geweten. Het Friese paard Marco. Zeer vakkundig voorgebracht. Het is heel belangrijk, dames en heren. Veel mensen denken dat als je de lijnen in handen hebt, dat je de
werk kan gaan als met het stuur van een auto. Maar zo werkt dat niet natuurlijk. Een welspony, dames en heren. Een leuke, chique, kittige welspony. Een nummer 28. Dat is de familie Neusch uit Langerwehe in Schlich in Duitsland. Dit noemt men een stadwagen of een zelfsvarer. Een zelfsvarer, dat wordt zegt het al. Je kan hem zelf rijden, zoals meneer nu doet. Maar je kan ook voor op het rijtuig een bok zetten. Voor een boekje. En dan is het een stadswagen. Zo'n wagen werd gebruikt, heel vaak gebruikt voor de wekelijkse kerkgang. Werd ook gedaan om inkopen te doen, maar algemeen bekend is dat hij ook door heren gebruikt werd gewoon om een avondje te gaan stappen. En dan, dames en heren, kroonprins der Pilsenes. De wagen van de Oranje Bierbrouwerij uit Breda. Hier, dames en heren, ziet u het grootste paardenras wat er op de wereld rondloopt. Dit zijn Shire Horses. Shire Horses, speciaal geïmporteerd, naar Nederland gehaald door de Oranje Bond Bierbrouwerij in Breda. Ze zijn verspannen voor een Hollandse bierwagen, een Brabantse bierwagen uit 1910. Het laadvermogen is 35 vaatjes. De stokmaat, waarvan ik u vertelde dat het de maat van een paard is, opgemeten langs de voorbenen tot het punt waar de hals begint, is bij deze paarden 1,86 meter. En deze prachtige appelschimmels, met hun enorme gewicht van bijna 1000 kilo, die bewegen zich heel makkelijk en heel soepel voor in de handen van de heer Joosten uit Breda. De heer Joosten uit Breda, een begrip op het gebied van paardensport in verschillende takken van paardensport. De Oranje Boombrouwerij heeft werkelijk alles aan gedaan om zich ook vandaag hier optimaal te presenteren met een prachtige Shire Horse. Shire Horse, dames en heren, zijn wel het grootste ras dat op de wereld rondloopt, zijn Engelse paarden, Engelse landbouwpaarden. Men is er daar heel zuinig op in de Midlands. Vooral wanneer ik u vertel dat merrien en hengsten nooit geëxporteerd zullen worden. Als men exporteert, dan zijn het uitsluitend ruinen. En dat is om de fokkerij op peil te houden en voet in de hand te houden. Zie je wat een stokmaat dit is? Dit is enorm. Hier, dames en heren, Leon Bolvaart uit Kerkrade. Ik moet u zeggen, ik ken hem meer als saxofonist dan als koetsier, want ook dat doet hij bijzonder goed. Leon Bolvaart. Hij is met een Duitse jachtwagen van het eind van de 19e eeuw. Dus zeg maar 100 jaar oud. Harde wielen, zoals u hoort en ziet, dat wil zeggen niet op gummi. Een Duitse jachtwagen. En ook dit is weer een rijtuig waarvan je zou denken, nou die werd dan alleen voor de jacht gebruikt. Dat is absoluut niet waar. Het werd voor alle mogelijke en onmogelijke doeleinden gebruikt. Voor de jachtwagen ziet u dus van Poolse paarden. Bas en Teddy. Gewoon een gezellig familierijtuig. Heel eenvoudig, maar perfect verzorgd. Dit is de heer Ferdi Keijber, ook in Duitsland, Herzogenrat, met naast hem
die gaat over. Dit is een autowagen. En een autowagen, dames en heren, is het laatste rijtuig wat gebouwd werd, wat ontworpen werd en gebouwd werd voor de auto's en insteden deed. U ziet dat aan die rondingen achter aan dit rijtuig. Een Engelse autowagen. En toen kwam de auto. En toen de auto er was, toen gingen we met z'n allen weer op zoek naar die mooie oude rijtuigen. Want laten we er wel over zijn, mooi zijn. Het stralen een bepaalde sfeer uit. Daar gaat hij dan, dames en heren. Freddy Keijmer uit Herzogenaurach. De schimmel is Ramona. Ramona is een Polstar. De nummer 36 komt uit Gent in België. Het mond Jonning Roze met Kees Kielen. Ze zijn hier met een Duitse landbouwer die zij zelf gerestaureerd hebben. Een landbouwer, dames en heren, is een dienstrijtuig. Je kan zo'n landbouwer huren zoals je tegenwoordig een taxi kan bestellen. U ziet een vrij groot, vierwielig rijtuig. Dat is de naam van het Vlaamse landbouw waar men het eerste rijtuig van dit type bouwde. De kleur is precies zoals zo'n landbouwer hoort te zijn. Zo'n landbouwer heeft twee beweegbare kappen. Dat wil zeggen, één van onder de bok naar het midden en één van de achterkant van het rijtuig naar het midden. En wanneer beide kappen gesloten zijn, dan kan je middels trekruitjes, dat zijn die ruitjes die men vroeger in de trein ook hadden, kun je het rijtuig verder afsluiten. Hier. Heel mooi, koper beslag op het tuig. Een dienstrijtuig noemt men dit. Is eigenlijk bakker van beroep. Bakker in rusten en hij restaureerde dit rijtuig. Deze privé-omnibus. Een privé-omnibus, dames en heren, werd gebruikt om gasten van en naar een hotel en dergelijke te brengen. Vandaar ook dat er op het rijtuig plaats is voor bagage. En ook daar is rekening mee gehouden. Antieke bagage, antieke koffers, zoals u ziet. Een bijzonderheid verder bij deze aanspanning is dat het rijtuig voorzien is van de originele rolgordijn. Een andere bijzonderheid is dat de zittingen in het rijtuig zijn gecapitoneerd en de knopjes op die bekleding, dat zijn allemaal die voren knopjes. Begrijp, vandaag de dag zou je dat nooit meer kunnen maken, maar het is door François Steegman perfect in deze staat teruggebracht en subliem voorgebracht. Dames en heren, graag uw waardering voor deze prachtige aanspanning van nummer 41, François Steegman uit Diepenbeek. Margaret Wolman, ook een keer.
een landdochter met daarvoor een Waflingen-zoon. Waflingen Sandy. Een landdochter, die heeft een paar dochter gezien. En een paar vierwielen. Hier ziet hij dus zo'n kleine tweewielen. En de keuze van de Waflingen in de rijtuig is uitzonderlijk goed. Zo'n licht rijtuig met een klein paaltje voor. Gewoon een gezellige aanspanning. Deze aanspanning van chef en Margaret Dolmans uit Heerlen. En dan, dames en heren, de aanspanning van de familie van der Heuvel uit Valkenswaard. Aan de teugels Frits van der Heuvel, naast hem Jacqueline. Ze zijn hier naartoe gekomen met een barouche. Een rijtuig uit 1800, eind 1800. Ook dit is een zomerrijtuig. Het is gebouwd in Parijs. Een Franse barouche dus. De familierijtuig. Maar ook voor een hele chique familie, dat zal het net eens zijn. Een heel mooi exemplaar. Niet alleen waar het gaat om de kleuren, maar let dus op die spatborden. Dat is geen hout, dat is leer. Dat is hard leer. En zo hoort het ook bij een dergelijk rijtuig. Prachtig, van Gelderse paarden daarvoor, Mando en Suzy. Heel elegant, deze aanspanning. Prachtige tuigen ook. De koperbeslag van die tuigen vindt u weer terug in de barouche. Dit is een aanspanning die door koetsiers wordt voorgebracht. Ziet u aan die hoeden, die kokardes daarop, de leren riemen waarmee de paarden aan de lange boom staan. Waar Limburg zo trots op is, dames en heren, ik kan u vertellen, bent u nou van mij aan, dit is een brouwerij waar Nederland trots op is. Een prachtige presentatie, gezorgd door de brandbierbrouwerij uit Dieren, die eveneens als sponsor opstreef voor dit evenement vanmiddag hier. Dit is een wagen die u reed. Normaal ziet in televisiereclamespots. Een wagen die door de brouwerij al gebruikt werd voor 1940. En ik moet u zeggen, deze wagen biedt ook de mogelijkheid om hier vier paarden voor te zetten. En zo gebeurde het ook in het verleden. Als deze wagen met bier, bijvoorbeeld van Wielren, vanaf de brouwerij, naar Maastricht moest, dan stonden er vier paarden voor om de aanspanning over de heuvels te trekken. Eenmaal aangekomen in Markgraven, gingen de twee voorpaarden eraf
en konden op deze wijze zo verder naar Maastricht. De terugweg ging uiteraard makkelijker, want de Maastrichtenaren, daar kun je rustig over laten, die geen vak vol laten. Dus we leven maar een terug. En die klinken altijd nog het af. De paarden, dames en heren, dat is het Nederlands trekpaard. Subliem verzorgd, maar ook subliem voorgedacht, meneer. Subliem, deze heren, die gebruiken geen twee. Een van de twee koetsiers, die heeft gewoon de lijnen in handen. En alles wordt verder met de stem geregeld. IJzersterk in de dames en heren, de absolute top waar we praten over enkelspan. Dit paard walst over de modder. Dit is de aanspanning van Marleen en Pierre Heinemans uit Maastricht. En zij zijn hier met een wagonet Phaeton. Afgelopen winter heeft de koetsier, Pierre Heinemans, deze wagen gerestaureerd. En kijk eens hoe makkelijk deze man deze aanspanning voorbrengt. Koetsier en paard, een blind vertrouwen in elkaar. Ik kan u zeggen dat Marleen en Pierre Heinemans in Maastricht vorig jaar Nederlands kampioen zijn geweest in de categorie sportrijtuigen enkelspan. En dat is niet zomaar voor niets, dat ziet u. Wat is dit uitzonderlijk mooi. Dit is ook niet zomaar een wagonet, dit is eigenlijk een wagonet Phaeton. Dat wil zeggen dat die achterbank, die is eventueel dwars te zetten, en dan is het een Phaeton. Ziet u hoe prachtig dat paard zich presenteert? Oortjes, indruk naar voren. De nummer 35. Michael Aschoyer uit Stolberg. Ook in Duitsland. En ze zijn hier met een Linse wagen. Een Linse wagen, dat is zijn naam. Van de naam Linz. Aan de stad Linz, waar deze wagen ontworpen en gebouwd wordt. En daarvoor weet u inmiddels al. Ontstaan Hafingers. Hafingers, Lorry en Hannibal. Een heel lief rijtuigje. Dat kun je onder andere zien doordat de voor- en achterwielen dicht bij elkaar staan. Dat maakt het rijden met zo'n wagen alleen maar lichter. Het is een wagen die veel gebruikt werd in heuvelachtige landschappen, ook in de bergen. En daar is het ook uitermate geschikt voor. Je ziet dat er ook al wat gelet om dit wagen zo licht mogelijk te houden. Spijltjes aan de zijkant, maar ook authentiek. Ook originele spijlen. Dan gaan we zo naar het leren. Dit gaan we op de stroom. En dan hier, dames en heren, weer een prachtig museumstuk van de diligence van Christian Tilburg. Wat u hier ziet, dat is een Nederlands-Belgische postkoets. Voor 60 jaar. Dat niet alleen gebruikt voor het vervoeren van post, maar ook voor de neerzijdigheid. Voor het vervoeren van gassen. En dat doen we ook al eerste en tweede klas bereikt. Dat we zeggen, eerste klas binnen, tweede klas boven. Dus daar. Heel mooi gerestaureerd. En in de authentieke en de juiste kleuren teruggebracht. De aanspanning wordt voorgebracht door de koetsier Lauw Winterschoten. De wagen is gebouwd in Brussel door de firma Van der Plas. U ziet dat geel en dat zwart, zo hoog zijn postkoets eruit te zien. Dat geel, dat is een veiligheidsmaatregel. Je ziet ze makkelijk. De koetsier zit op zo'n 3 meter hoog toe boven het wegdek. Heeft daardoor overzicht op alle kruispunten en dergelijke. En het is wel natuurlijk mogelijk dat hij dit met vrij hoog wel heeft gepast. Prachtig rijtuig, subliem gerestaureerd, dames en heren. Maar ik uit Nune in Brabant komen zij, dames en heren, de familie van Rooi.
Kijk, die is een Engelse paard eraf. We kennen de grote maat, de kleine maat, wat je hier ziet is te klein. Heel kittig paardje, werden veel in de jacht gebruikt. Kittig, heel vriendelijk, wil maar gaan. Als je de teugels even laat vieren, dan zijn de gestalte van een snelheidspaardje ontwikkelen kan. Het is precies het maatje wat hier voorhoort. Zo'n tonneau, een klein gezellig edelig rijtuigje, wordt ook veel gebruikt om paarden te doneren. En ze dus te leren wennen aan hun rijtuig. Een tonneau, een chic edelig rijtuigje, en daar wordt een chic klein paardje voor. En dat heeft de familie van alle gewonden met deze chique hek. Zes Shire horses. De wagen gewicht van 3,5 ton. Gebouwd door Van Beek in Meerkerk. En dat is hier chic, dat ziet dit er ongelooflijk mooi uit. Let nu voor de aftekeningen van deze paarden. Dat is zwart. Vier witte benen. Dat wil zeggen 24 witte benen. Dat is het kenmerk voor het Shire paard, dames en heren. Dat is dus waarvan ik u vertelde het gras. Wat het grootste is wat we op de wereld kennen. En het is Heineken die, evenals de Oranje Boombrouwerij, deze paarden importeerde uit de Midlandstraat. Ziet u hoe makkelijk dit even omgezet wordt? U denkt dat dat een hele krachttoer is. Maar u begrijpt dat de koetsier nooit met die zweep die voorpaarden bereiken kan. Ze worden puur gemengd op de stem. En geloof mij nou, een blind vertrouwen over en weer. Want dergelijke paarden zijn zo enorm sterk. Ze werden geïmporteerd door Heineken, maar landbouwpaarden zijn al helemaal niet gewend aan het stadsverkeer en zeker niet aan het onstuimige stadsverkeer in Amsterdam. Dus het was op zich al een hele tour om deze paarden te laten wennen aan het stadsverkeer. En ik ben even op het museum Pijn, bij het Rijksmuseum van Amsterdam, en dat was een voorstelling op zichzelf. Maar de heren, zoals u hier op de wagen ziet, die... Hun naam dragen ze op de borst. En die naam, dat is eveneens de voornaam van een van de leden van de raad van bestuur. Kan u dan ook zeggen dat een van deze jongens Freddy heet. Graag uw waardering, dames en heren, voor de door Van Beek in Meerkerk. Ja, er is al vier dames en heren, alles in het perfectie. Die hier de aanspanning creëert, Jan Joosten uit Kelkenen. Ze zijn hier met een Duitse Marouche. Marouche uit 1880. Een Marouche is een zomerrijtuig. Werd heel veel gebruikt door welgestelde landbouwers. Kwam veel voor in Groningen, kwamen veel voor in Friesland. Maar dit was een tijd. Dan geef ik de paarden daarvoor. Kiezen, Frits en Wijnman. Dus die dames en heren, deze paarden daar is ook hier vandaag sterk vertegenwoordigd. En terecht. Het oudste paardenras van Nederland, een ras waar verschillende paardentypen in gefokt zijn, onder andere het Andalusische, het Spaanse paard. Vandaar die chique gebogen hals. En dat ziet u wanneer ze hier in draf voorbij komen. Gebogen hals, een betrekkelijk klein hoofd en zwaar behang. En daarmee bedoelen we volle staart, volle manen. Vier volle sokken. Ziet u hoe chic dit gaat? Een Baroes, de nummer 43, de familie Joosten uit Kelpen.
gesponsord door Chris van Tilburg, de man van de Griffios. U ziet hier de aanstelling van Ruud Walter uit Bocholt in België. Een klavertje 3, we noemen dat bij ons een unicorn of een eenhoorn, ook al in het Nederlands. Een klavertje 3, dames en heren, werd gereden in de tijd dat de adel met een vierspan reed. Andere mensen, laten we dan zeggen Jan met de Pet, die wilden ook met zo'n grote aanspanning rijden, maar kregen daarvoor alleen maar toestemming als men zich onderscheiden door het vierde paard eraf te laten. Daardoor hadden ze wel de lengte, maar reden met drie paarden. Een eenhoorn. Zo had ook wel gereden wanneer men een paard verplaatsen moest. Dus je kan een paard natuurlijk aan de hand meenemen en je kan hem ook zo inspannen. Ziet u dat voorpaard, dat is het meest intelligente, die loopt als het ware los. En Ruud Walter en Bocholt, overigens hoefnet van de roep, Ruud Walter uit Bocholt, die mens deze aanspanning perfect. Hij behoort met zijn handlingers ook tot de top van Nederland en België. Maar het gaat hier niet aan mij om die snelle handen, hoe het een week of een week is, ondanks dat ik geen naam heeft gebouwd in Parijs of in Dunbar. U ziet twee jongens, twee plezierers, het is een duidelijk meneer die rijdt. En dan uit België, de nummer 44, Herbert Zaller uit Eindhoven. Dat is de jachtwagen van 1932. Daarvoor de haflingers Anker en Arco. En ik kan u zeggen dat deze haflingers voorzien zijn van het originele Tiroler haflinger geschier. Die tuigen, die fraai versierde hamen, die werden speciaal gemaakt en speciaal ontworpen en gemaakt dus voor de haflinger. En u begrijpt, dat moet niet alleen in kleur en aftekening kloppen, maar ook vooral wat de maat betreft. Een prachtig geheel, deze haflingers in hun Tiroler haflinger geschier. Voor de Duitse jachtwagen anno 1932. Ziet u hoe kittig die haflingers zich bewegen? Het is net als met het Friese paard. Ze hebben bepaalde kenmerken en toch zijn ze allemaal verschillend qua bouw. De ene is wat ranker, dat is bij Friese, ik weet niet over die zware Friese spreken, ik ben het over een barok Friese. En op de een of andere manier vind je dat bij de haflingers toch ook weer terug. En in veel gevallen was dat het jongste paard. Dat is ook nu zo, omdat Lipizzaners worden donker geboren en naarmate ze ouder worden, worden ze lichter. Dus u ziet de buitenste paarden, dat zijn de oudste. In midden liep men dan het paard lopen, wat eigenlijk het aangespannen rijden nog moest leren. Dus zo'n paard, zo'n groen paard, zoals men dat genoemd, die werd in het midden gezet. En dan twee oude rotten in het vak werden daar links en rechts voor gezet.
Deze mensen, dames en heren, komen uit Golder. Ellen en Kees Lips. Het aparte van dit rijtuig is dat het gebouwd is door een bedrijf in Deventer. Wat het in zijn bestaan naar twee gebouwen heeft. Dus dit is één van de twee rijtuigen die ooit gebouwd werden door de firma van Braco in Deventer. En Ellen en Kees Lips, die eigenlijk de rest van deze organisatie zijn, die hebben dit kunnen kopen op het landgoed Tikkel in Delden in Overijssel. En neemt dus mij aan dat het niet in de staat was zoals het op dit moment is. Daar hebben Ellen en Kees Lips uit Gouden voor gezorgd. Een Nederlands gebrek gaat het om. Maar de geleerden zijn het er nog lang niet over eens. Want dit is toch echt wel een rijtuig met een bepaalde schiet, met een bepaalde klasse. Wat bij zo'n landgoed, zoals het landgoed Twikkel, thuis hoorde. Het is dus echt een rijtuig dat in die adellijke kringen gebruikt werd. Exemplaar is het enige rijtuig in Europa. Andere exemplaren vindt u uitsluitend in Amerika. En het was Chris van Tilburg die er lucht van kreeg dat dit rijtuig, weliswaar in een uitzonderlijk slechte staat, dat dat te koop was. Te koop was, het was eigenlijk helemaal niet te koop. Hij is er naartoe gegaan, hij wist dat het ergens in een boerenstal stond. Het exemplaar waar we hiermee te maken hebben, dat is een Concord. Gebouwd door Abbott en Downing. Dat is de fabriek van de Concord coaches en zij hebben allemaal een nummer. Dit is de nummer 13. Is gebouwd in september 1865. Terecht spreken we hier over een stukje Amerikaans cultuurgoed. Dit is zo ongelooflijk apart. Dit is zo ongekend zeldzaam. Vooral als we hier wel even zeggen. En dat is Chris van Tilburg ten voeten uit. Bijzonder, dames en heren, of kenmerkend voor deze coach is dat de bak rust in leren riemen. En dat is nodig omdat deze wagen zich voortbewoog over hele slechte wegen, dat begrijpt u. U kent dit type rijtuig misschien uit westernfilms. Die wagens moeten dus heel veel doorstaan. Hele slechte wegen, tot zelfs over boomstronken aan toe. En men reed als het ware alles kapot. Vandaar dus dat de wagen hangt in leren riemen. Maar dat betekent ook dat hij heel makkelijk veert. Bij iedere beweging van wie dan ook, in of op het rijtuig, beweegt de hele bak.
En dat is dan ook de reden dat het nog wel eens gebeurde dat de mensen, zoals men dat noemde, zeeziek werden in het rijtuig. Want vooral over die slechte wegen was het natuurlijk een bewegelijk gebeuren. De kleur, dames en heren, is authentiek. De kleding is authentiek. Let eens op de kleding van de mensen in het rijtuig. De bagage achterop is authentiek. En wat kun je daar beter voor zetten wanneer je dat presenteert hier in Heerlen dan een 6-ton Friezen. Een 6-ton Friezen in optimale conditie voor een rijtuig in optimale conditie. De koetsier, dames en heren, dat is de heer Haasnoot. De heer Haasnoot, een begrip in de Nederlandse aangespannen wereld, die is door Chris van Tilburg aangezocht om zijn museumstuk hier voor te brengen. De heer Haasnoot uit Kerkdriel, die een stoeterij heeft, een stalhouderij heeft en ook trouwtjes en dergelijke verzorgt. Dames en heren, dit is zo ongelooflijk mooi. Ik kan u zeggen, veel steden in Europa zouden willen dat ze dit binnen hun poorten hadden. Dat droomt men in Amsterdam, dat droomt men in Brussel, dat droomt men in Londen alleen maar van. Maar het Heerlen heeft het. En ik kan u zeggen, dat wil ik u als westerling, wil ik u als Heerlenaar van harte proficiat wensen met dit reizende museumstuk. Weet wat u in hand bent. En ik denk, nu het eenmaal is, dat het niet meer weg te denken is. Chris van Tilburg kende. Dames en heren, graag uw applaus, graag uw waardering. Niet alleen voor dit rijtuig, maar in het bijzonder voor Chris van Tilburg. Defilé Heerlen 1994. Een subliem evenement wat u aangeboden werd door Chris van Tilburg, eigenaar van het restaurant en rijtuigen Museum La Diligence, Piet Jansen, de verzamelaar en restaurateur van rijtuigen, Huub Schrijver van het VVV Heerlen en Fred Peters van de afdeling representatie en PR van de gemeente Heerlen. Het geheel werd gesponsord door Limburgs Dagblad, de krant van Limburg, met als subsponsors de Rabobank Heerlen, de Amstel Brouwerij en de Brand Bierbrouwerij. Dames en heren, het was voor ons koetsiers bijzonder plezierig om vanmiddag hier voor u te mogen zijn. En laten we hopen dat we met elkaar voor elkaar kunnen krijgen dat er ook in 1995 weer een dergelijk evenement hier gaat plaatsvinden. Want u kunt me geloven of niet, wat u vanmiddag gezien heeft, dat was de top op het gebied van aangespannen rijden. Het was werkelijk de absolute top waar het gaat om aangespannen rijden in Nederland. En dat Heerlen dit op de weg weet te brengen, is zonder meer uniek. Dames en heren, nogmaals dank voor uw aanwezigheid en dank voor uw aandacht vanmiddag bij ons koetsendefilé 1994. Ja, schön. Mooi. Ja, schön. Ja, da hängt er mal.